Het directoraat Openbaar Groen van het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie is gestart met ontwateringswerkzaamheden aan de Hiraweg en omgeving. Deze omgeving, de nu weer gevonden weg, heeft al jaren te kampen met delen die langdurig onder water liggen. Op verzoek van buurtbewoners en door onderzoek van de technische dienst van Openbaar Groen is het uiteindelijk zover om een verandering in de situatie te brengen. Onderdirecteur Krak, die zelf een veldbezoek deed om polshoogte te nemen van de situatie te Hiraweg en omgeving, zegt dat deze situatie heel gauw tot het verleden moet behoren. Er komen brieven binnen dagelijks. En ik heb een brief onder ogen gehad. Dat zegt van Hiraweg en omgeving, ze hebben wat namen, ze hebben foto's, ze hebben beeldmateriaal gestuurd. Aan de hand daarvan heb ik dan mijn ploeg gestuurd om te oriënteren. En wat uit de bus is gekomen is dat, dat het heel lelijk is hier aan deze kant. Ik heb ook een brief gehad met heel wat bijlagen dat men al een tijdje bezig is met dit probleem. Dus daarom dat we hier zijn, willen het echt tot het verleden laten behoren. Hier is één van de problemen. Er zijn een heleboel buurten die aangedaan moeten worden. En we hebben sowieso voorwerk gedaan. Dus tijdens ze hier bezig zijn, de Hiraweg, hebben we sowieso ploegen die in alle buurten een beetje gaan checken. Ik heb ook contact gehad toen met de districtscommissariaat Zuidoost. En ze hebben ons zo'n beetje de gebieden aangegeven waar aangedaan moet worden. Dus we hebben wel heel weinig middelen. Maar met de weinige middelen die we hebben, proberen we toch heel veel te doen. De buurtbewoners zijn ingenomen met de werkzaamheden die worden uitgevoerd. Mensen die hier wonen ook moeten opletten voor bepaalde troepjes die ze gaan smijten en doen. Want als jullie daaraan gewerkt hebben, moeten hun zorgen dat het zo blijft. Want het is niet voor niks. En voor de jaren die er gevraagd is, die er zoveel dingen. En de mensen zijn geweest en pas had ik mijn nichtje gebeld en toen zei ze dat er iemand hier was om met hun te praten. Dus ik zeg ja, succes. Ik hoop dat het goed komt. Maar dat ik dit mag meemaken, ik ben blij en dankbaar. Want Suriname is me alles. Ik kom uit een district vandaan en zo'n trotse vrouw, u kunt zich niet voorstellen. Ik vind het heel goed. Want ik heb lang hierop gewacht. We hebben zoveel keren brieven geschreven. De pers is gekomen, maar niets. Dus ik vind het toch goed. Het is beter voor ons. En ik hoop dat als ze opgehaald hebben, dat het water wegtrekt. En ze moeten toch goed ophalen hoor. Niet ophalen en op die bermen zetten gewoon. Dus echt goed ophalen. Krak doet een beroep op de gemeenschap om het geduld te hebben voor werkzaamheden die in verschillende buurten aangepakt moeten worden. Aan de mensen van Hiraweg en omgeving wil ik alvast zeggen bedankt voor het willen wachten. Het heeft wel lang geduurd, maar we zijn uiteindelijk begonnen. En aan de andere buurten wil ik ook gewoon zeggen dat ze gewoon even nog wat geduld moeten trachten en voor de rest komt alles goed. De ananassector heeft de potentie om uit te groeien tot een exportsector.
de visie die voor de ananaswaardeketen is geformuleerd te realiseren, is er een actieplan tijdens de 3AD1 Plus Closing Workshop geformuleerd. Om de visie te realiseren tegen het jaar 2030, om 20.000 ton te exporteren, vooral verwerkte pineapple, gaat het ongeveer een investering zijn van een 8 miljoen dollar, schatten we in op dit moment. Wat we proberen te doen is een combinatie vinden tussen directe investering door de privésector, gecombineerd met een aantal grants om het risico wat te verlagen voor de privésector, en dan misschien ook gecombineerd met lage interest leningen via internationale of regionale ontwikkelingsbanken. There is a national effort to grow the pineapple industry in Suriname. For the Ministry of Trade, Industry and Tourism, this project is of utmost importance as it encompasses and is supported by all three of our main policy areas. On the trade side, to facilitate trade in fresh and processed pineapple produce by identifying markets both locally and abroad, as well as facilitating the export processes, filling forms, helping understand the regulations, etc. for exporters. On the industry side, to facilitate stakeholders' collaboration between farmers and industrial processors of fruit, providing training as well as finance of equipment and certification processes of farmers through the IFS, Innovation for Firms Suriname program, support cluster development in Redidoti, Pierre Condre, Mata, Powaka, and support modern farming practices. The plan presented today challenges us to create the future of the pineapple industry in Suriname. It is important for each one of us to consider this. What is the role that I have in the pineapple value chain to turn this plan into a success? Het vervolgtraject is dat de FAO-vertegenwoordigers meer gedetailleerd gesprekken zullen voeren met de ministeries en de donoren, waarna het plan zal worden gefinaliseerd en gedeeld worden met andere organisaties. Onder grote publieke belangstelling van de buurtbewoners en jongeren van Kommewijnen, Mariënburg, is aldaar de 17e mini-kunstgrasveld in gebruik genomen. Dit heeft op woensdag 20 februari plaatsgevonden door de minister van Sport en Jeugdzaken, Lalini Gopal. De totstandkoming is geschied door het ministerie van Sport en Jeugdzaken met als projectuitvoerder de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond, KNVB. Vertegenwoordiger van de KNVB, Johan van Gijn, gaf aan dat zijn organisatie het op prijs stelt om deel te mogen zijn van het aanleggen en rehabiliteren van de kunstgrasvelden. Het feit dat wij het heel goed vinden dat kinderen kunnen spelen in hun directe omgeving, kunnen leren voetballen in hun directe omgeving, op een veilige plek. En als u achter mij kijkt, dan ziet u dat het een afgesloten gedeelte is dat open kan met het hek en waarbij onder toezicht gesport kan worden door coaches die wij opleiden met het World Coaches programma van de KNVB. Dat is een programma dat draait in 32 landen in de wereld en waarbij we in de afgelopen 10 jaar bijna 15.000 lokale coaches van cursus voorzien hebben om kinderen in hun directe omgeving niet alleen met voetbal, maar ook met life skills te kunnen begeleiden om beter te leren voetballen en ook om de uitdagingen van hun omgeving het beste aan te kunnen onder begeleiding. Ook is DNA-lid Rajiv Ramzahai de mening toegedaan dat de regering, CQ, het ministerie van Sport en Jeugdzaken, de afgelopen periode veel heeft geïnvesteerd in de sport. Elke regering die investeert in sport, die geld stopt in sport, minder zal uitgeven aan gezondheidszorg. Omdat sporten ervoor zorgt dat het land, de natie, gezonde inwoners heeft. Maar ook dat de prestaties van de mensen op de werkvloer, de jongeren op scholen en noem maar op,
wordt verbeterd. Ik wil daarom een applaus voor deze regering. Ook heeft de sportminister de gemeenschap opgeroepen om zorgvuldig om te gaan met het veld en dat ook regelmatig te onderhouden. Dit ministerie, het ministerie van Sport en Jeugdzaken, heeft het verruimen van sportfaciliteiten, speeltuinen en deze dichterbij brengen van het volk tot een hoge prioriteit gemaakt. Immers, het zijn ook de duidelijke instructies van onze president, zijn excellentie Desiree Delano Bouterse, waaraan thans verdere invulling wordt gegeven. De sportvelden die nog opgeleverd moeten worden zijn in Atjoni, Lelydorp, Apura, Wageningen en het Soze Sportcomplex.